Ik geloof zeker dat Genesis, dat je dat niet als een wetenschappelijke verhandeling moet lezen. Maar ik geloof wel dat Genesis waar is. En daarmee bedoel ik dat het een historisch verslag is. Dus van dag 1 is letterlijk gebeurd, dag 2 is letterlijk zo gebeurd. En wat je dan gaat kijken als je bijvoorbeeld ook verder leest in de Bijbel, dan zie je dat alle Bijbelschrijvers en ook Jezus zelf, dat die Genesis op die manier beschouwt. Dus Jezus noemt bijvoorbeeld de personen die in Genesis worden genoemd, noemt hij als historische personen. Als het gaat over de wederkomst, dan vergelijkt Jezus dat met de dagen van Noach. Ja. En als het gaat over het huwelijk, zegt Jezus van ja, heb je dan niet gelezen dat God de mens in het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Genesis 1. Mm-hmm. En dat daarom de man zich zal losmaken van zijn vader en zijn moeder, Genesis 2. Dus Jezus citeert Genesis als basis voor het huwelijk. Ja, en we kunnen aannemen dat hij het inderdaad, dat zal iedereen ook wel beamen, dat hij het ook zo misschien wel zo geloofde. Oh, dat geloof ik zeker, maar ik denk dat Jezus dat geloofde omdat hij er zelf bij was. Hij is de schepper. Ja. Ja. Als er iemand is die weet hoe dat de wereld geschapen is, dan is het wel de schepper zelf. Maar de christenen, waarom willen dan christenen dat graag toch kunnen rijmen, die evolutietheorie, met hun geloof? Motivatie zal voor iedereen anders zijn, maar ik denk dat er heel veel bij zit en aardig willen gevonden worden door de wereld. Niet als dwaas willen worden weggezet. Of je wil de wetenschap gewoon serieus nemen. Kan ook, dat je het niet beter weet. Dat zijn ook nog mogelijkheden. Want het wordt natuurlijk wel altijd heel eenzijdig gepresenteerd, ook in die wetenschap. En als wetenschapper, ik neem de wetenschap ook heel serieus. Maar ik heb het natuurlijk zelf van dichtbij meegemaakt tijdens mijn studie. Ook wetenschappers zijn mensen en wetenschappers maken fouten. En wetenschappers iedereen die doet onderzoek met een vooraf bedachte onderzoeksvraag. Moet ook wel, want anders kun je geen onderzoek doen. Ja. En wetenschappelijk gezien, misschien ook wel interessant, je kunt nooit iets bewijzen. Je kunt alleen maar dingen ontkrachten in de wetenschap. Ja, of